De ex-minister van Onderwijs, Lilian Ferrier, wil geen uitspraken doen over Gilmore Hoefdraad, die als het brein wordt gezien in de megafraudezaak, waarbij haar zoon, Robert van Trict, al 21 maanden in voorarrest zit. De gewezen governor van de Centrale Bank heeft gisteren tijdens een urenlange zitting zijn laatste woord gevoerd. Ferrier is... Ik hoop dat jullie dit allemaal gevolgd hebben en gehoord hebben hoe het is toegegaan, omdat dat nooit in de publiciteit is geweest. En heeft ook niet de kans gekregen om het toe te lichten. Want nogmaals, je wordt opgeroepen, kom, ik wil je horen. En wordt opgesloten zonder bijstand. En je hebt gehoord wat Benito Pieck heeft gezegd. Hè? Nogmaals, het zijn fundamentele schendingen van mensenrechten. En wat ik heel interessant vond, en ik hoop dat de rechter inderdaad die kant ook op gaat, is dat nu wel duidelijk is geworden de politieke beïnvloeding. Nogmaals, Suriname moet rapporteren in het kader van BUPO. Het zou dit jaar zijn, door corona is het uitgesteld. Dit heeft te maken met schending van de burger en politieke rechten van de mens. Ferrier maakte zich zorgen over het verloop van de zaak. Ze zeggen dat ze ook een bijdrage heeft geleverd aan de motivering van het laatste woord van haar zoon. Ze is van mening dat Van Trict zich heeft ingezet voor het land en nu onterecht achter de tralies zit. Nee, ik heb hem niet gewaarschuwd. Het is zijn beslissing. Kijk, wij, want ook ik, ja, ik was toen minister. Het ging erom, wat kan je voor je land doen? He? Ik ben een Ferrier. Hè? Mijn vader heeft me zo opgevoed. Mijn vader heeft zich altijd ingezet voor het land. Mijn vader heeft die eerste bank uitgezet. Mijn vader was de eerste ambassadeur in België. Dus, ja, wat doe je voor je land? He? Iedereen wil bijdragen aan. En als je die kennis hebt en je hebt de gelegenheid gehad om je, zeker ook in het buitenland en internationaal te ontwikkelen, en je kan nu je bijdrage leveren aan Suriname, dan doe je dat. He? Dat is de overweging geweest. Het is zijn eigen beslissing. Nogmaals, binnen de familie is daar, of directe omgeving. He? Mijn dochter die zegt bijvoorbeeld, nee, hij moest het niet doen, ja. Begrijp je? Maar dit had je niet verwacht. Ferrier zegt een beetje opgelucht te zijn, omdat met de uitleg van haar zoon enkele zaken daadwerkelijk aan het licht zijn gekomen. Ze wil echter geen uitspraak doen over het vonnis op 22 december.